Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met... Lars Carré, de nieuwe voorzitter van het Rode Kruis, district Flevoland. Goedemorgen, meneer Carré. Goedemorgen. Ja, u bent crisismanager in het Spaande Gasthuis in Haarlem. U woont in Zandvoort. Wat heeft u met Flevoland? Ja, goede vraag. Flevoland is een vrij jonge provincie. Een provincie met... naar mijn mening grote steden met problematieken waar wij als Rode Kruis op kunnen inspelen. Maar ook wat de dorpse plattelanden gebieden. Wat voor ons interessant maakte om die twee gebieden te voorzien van hulp waar nodig is. Oké. En waarom bent u dan voorzitter geworden van het Rode Kruis district Flevoland? Nou, ik ben al 23 jaar verbonden aan het Nederlandse Rode Kruis. Ik heb daar verschillende functies bekleed de afgelopen jaren. Als je naar de bestuurlijke functies gaat, ja, dan is het de regel dat je maar twee termijnen, twee keer vier jaar, op een... bestuurlijke functie mag zitten. En dat we dus wisselen van functies binnen de 8 jaar. Ja, maar was er dan iemand in Flevoland die zei, toen die vorige ermee ophield, na 2 keer 4 jaar, van ik neem het stokje wel over? Dat durf ik niet te zeggen, of er binnen Flevoland mensen waren. Ik zag de vacature, ik was geïnteresseerd en... We zijn het gesprek met elkaar aangegaan. En hier ben ik. Ja. Ja, u heeft aangegeven dat u vorm wilt geven aan de nieuwe strategie van het Rode Kruis binnen Flevoland. Maar wat betekent dat? Wat wilt u gaan doen? Nou, het Rode Kruis heeft een strategie die tot 2025 loopt. Waarbij het Rode Kruis... meer zegt van wij zijn er voor de mensen die in nood zijn. En wij ons voornamelijk op de basislevensbehoeftes gaan richten. Dus dan kan je denken aan dat mensen voldoende voedsel, water, onderdak. Dat mensen zich veilig voelen. Ja. En dat is wel een verandering van de visie die het Rode Kruis had. Dus een verscherping ervan. En die voornamelijk tot stand gekomen is naar aanleiding van de coronacrisis. Ja. Want over corona gesproken. In de coronatijd werkt, en u werkt daar nog steeds als crisismanager van het Spaande Gasthuis in Haarlem. Daar heeft u een boek over geschreven. Dat heet Tussen Hoop en Dood. Vanwaar die titel? Ja, omdat dat voor mij, als ik moet samenvatten, het gevoel waar het in mijn werk als crisismanager in coronatijd over gaat, dan is het hoop. Maar jammer genoeg ook dood. Hmm. Ik ben oorsprong ben ik verpleegkundige. Ik heb juist in de coronatijd, waar ik als crisismanager aan de beleidstafel zit, heb ik juist ook diensten op de werkvloer meegedraaid om gewoon gevoel te krijgen wat wij nou aan die crisistafel verzinnen en beleid maken, hoe dat op die werkvloer nou terechtkomt en ervaren wordt. En ik heb dus letterlijk gewoon patiëntenzorg verleend. Mm-hmm. En ook dus met de dood of de mogelijke dood te maken gehad. Ja. Wat vond u nou het zwaarst in heel die periode? Want het is natuurlijk een hele tijd geweest, hè, dat ziekenhuizen zwaar overbelast waren. Er heel veel werd gevraagd van mensen. Wat vond u het zwaarste in heel die periode? Ik denk dat grote aantallen patiënten die echt ziek waren. En ik wil ook wel het woord doodziek gebruiken.
Wat we als ziekenhuizen natuurlijk wel gewend zijn, maar niet op deze grote schaal. Ja. En normaal gesproken, als verpleegkundige op een eerste hulp of op een ambulance, dan heb je je werk en dan kom je naar huis en dan kan je ontspannen en dan kom je los van wat er op je werk gebeurt. Maar dat was in deze crisis niet. Het was op het werk, ging het over corona. Maar thuis had je ook last van de coronacrisis en de gevolgen daarvan. Ja, maar Jolien vroeg, wat vond u nou het zwaarst? Als ik uw boek nog even goed voor de geest haal, dan is die eerste golf, dat was zwaar en onverwacht. Maar iedereen was nog vol goede moed, de schouders eronder en het publiek stond te klappen. Maar die tweede golf, toen kwam het erop aan. Ja, nee, klopt. Hè. De eerste golf hadden we sympathie en mensen begrepen wat er gebeurde. En tijdens de tweede golf verdween dat. Mensen werden een beetje coronamoe, coronamaatregelen moe. En dat betekende ook veel voor onze zorgverleners. De lontjes werden korter, er kwamen demonstraties, er werd wel agressief verdrag vertoond naar ziekenhuispersoneel, maar ook, want ik sta hier als voorzitter van het Rode Kruis, ook naar onze vrijwilligers van het Rode Kruis. Ja, ja, dat is natuurlijk extra lastig. Wat is dan voor u persoonlijk de belangrijkste les uit heel die periode geweest? Nou ja, hoe moeilijk dat ook blijft, want je doet het nooit goed. Ik denk het belangrijkste is communiceren. En voornamelijk uitleggen wat er gebeurt. En mensen hoeven het niet eens te zijn met de keuzes die gemaakt worden. Voorzitter van het crisisteam bij ons maak je hele lastige keuzes. En voor de ene ziekenhuismedewerker pakt dat positief uit en voor de ander negatief. Als je maar kan uitleggen en argumenteren wat je doet. Ja, zaterdag hoeven we geen anderhalve meter afstand meer te houden. Op de meeste plekken zijn de mondkapjes dan verdwenen. We schudden weer handen, knuffelen mag weer. Maakt u zich zorgen, bezien vanuit uw functie, vanuit het ziekenhuis? Zorg is misschien een groot woord, maar ik ga het wel aandachtig volgen. Worden versoepelingen doorgevoerd, maar we gaan ook wel een jaar getijden in waarin we normaal gesproken weer naar binnen bij elkaar kruipen en toch de verkoudheidsvirussen en de griepvirussen weer komen. Ja. Dus dat is wel iets wat in mijn achterhoofd rond waant en waar ik me, als we dat zo moeten zeggen, wel zorgen over maak. Ja. Ja. Zeg, nog even terugkomend op uw boek. Daar schrijft u ook in dat u ooit als kok ook heeft gewerkt. Heeft u nou in die hele zware periode ooit overwogen van, weet je, ik ga lekker terug de keuken in? Ik heb er wel eens vluchtig over nagedacht. Maar dat ging ook weer heel snel weg. Als je toch ziet waar je het uiteindelijk voor doet. De patiënten, de mensen die hulp nodig hebben, zeker bij het Rode Kruis, de kwetsbaren die hulp nodig hebben. En als je dat kan doen en het leven weer een klein beetje draaglijker of prettiger kan maken, dan gaan die gedachten weer snel weg. Lars Carré, de nieuwe voorzitter van het district Flevoland van het Rode Kruis. Dank voor dit gesprek.